VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. Afgelopen vrijdag ging VVV Venlo op bezoek bij Heracles Almelo. De wedstrijd in Almelo was een spannende wedstrijd, maar werd helaas met 5-3 verloren. Zoals gebruikelijk blikken we terug op de wedstrijd met onze hoofdtrainer Rick Kruis. Rick, geen slechte wedstrijd afgelopen vrijdag? Nee, dingen niet. Alleen als je natuurlijk 5 tegen krijgt, dat is niet goed genoeg. Aan de andere kant, je hebt 3 goals gemaakt. 3 goals, eentje vanuit goed druk zetten en 2 vanuit heel goed voetbal. Dus het aantal keren het veldspel, daar ben ik wel heel positief over. Alleen ja, je hebt ze gewoon te makkelijk weggegeven natuurlijk. Je krijgt ze ook te snel tegen, denk ik. Je komt heel snel achter elkaar op 0-2 achterstand. Kijk je daar tegenaan? Niet goed. We waren eigenlijk een beetje dezelfde situaties. In ons rechterblok werd er verplaatst naar de linkerkant. En één keer een voorzet en één keer een voorzet vanuit ons rechterblok. Die werd voorgegeven en we moesten helemaal knijpen. En uiteindelijk kwam Lausen vrij rondom de 16, dus dat was niet goed. De manier waarop we daarna gespeeld hebben was natuurlijk wel heel goed. Want we komen op 2-1 voor de rust. En na de rust komen we natuurlijk heel goed uit de startblokken met eerst de kans van Venema. En daarna het goede druk zetten van Sven, waardoor Nick 2-2 kan maken. Ja, en toen dacht ik eigenlijk van oké, we gaan nu een tandje bijzetten. Maar dat deden we helaas niet. Ja, en toen vond ik dat we de doelpunten gewoon erg makkelijk weggaven. Ja, en het laatste doelpunt, brak meteen de wedstrijd, denk ik, of niet? Ja, natuurlijk 3-2, 4-2 kom je weer sterk terug tot 4-3. Ja, en die laatste goal was killing voor ons. De selectie was niet compleet afgelopen vrijdag. Kun je eens vertellen met het oog op komende vrijdag, hoe ziet het uit? Nou, we hadden sowieso een aantal ziektegevallen in onze selectie en in onze staf. Franke van Kempen was er niet, onze teammanager Roel was er niet. Sam Dirks was er niet bij, die was ziek. Christoffer was ziek. Richard was het laatste moment in de training, had hij een momentje waardoor hij niet kon spelen. Dus dat zijn allemaal jongens die we niet konden gebruiken. En hopelijk gaat dat proces deze week goed en kunnen we weer gebruik van hun maken. Maar hoe dat ervoor staat, dat kan ik nu nog niet zeggen. Afgelopen seizoen, Rick, 2 keer tegen Jong PSV gespeeld. Thuis met 1-4 verloren. En hoe ga je het vrijdag neerzetten? Ik hoop op een goede manier. De meeste posities, de manier van spelen, die is best wel bekend. Alleen de details en de kleine dingen waaraan we moeten schaven, die zullen deze week weer behandeld worden. Om tegen PSV, wat een lastige tegenstander is, zo goed mogelijk voor de dag te komen. Afgelopen dinsdag vond de business kick-off plaats van het nieuwe seizoen voor onze partners. Onder leiding van Hans Kraaij junior en Jan-Joost van Gangelen werden de spelers en stafleden gepresenteerd. In de pauze was er een intermezzo van Frans Pollux en na de pauze was er een talkshow in de vorm van Goedenavond Keukenkampioen Divisie. De selectie van VVV Venlo ging afgelopen dinsdag op bezoek bij Voetgolf International.
Het was een gezellige middag, zoals u op deze beelden kunt zien. Was je? Ja. Haal ik nu wel goed? Kijk, en dan win ik en dan willen jullie allemaal weer op laag houden. Ja! Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. VTV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.